Hallo jullie, super tof dat jullie kijken naar de nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Krol. Goedemorgen! En willen jullie nou weten hoe het altijd gaat in de ochtend? Of nou ja, 9 van de 10 keer. Ik lig nog lekker in bedje. Marion heeft ondertussen het rolgordijn hier open gedaan. Het mooie licht van vandaag van buiten met ook gewoon een beetje zon. En ik zie dat de blauwe lucht is. Kom naar binnen vallen op mijn lijf die lekker nog in bedje ligt. Marion is ondertussen in badkamer. Die is haar ochtendroutine. Die is haar ochtendroutine aan het doen. En ik lig nog lekker een kwartier, 20 minuten nu al in bed. Lekker op TikTok filmpjes te kijken, te chillen, te relaxen. Totdat ik zoiets heb van, oké, als ik nu niet naar bed ga, dan wordt het wel laat, hè. We moeten over 10 minuutjes weg. Maar ik heb sowieso niet echt een hele lange routine. Ik heb gisteren nog gedoucht namelijk. Dus ik zal jullie wel eventjes mijn ochtendroutine laten zien. Ja, ik sta op uit bed. Ik kijk naast mijn bed, ik zie de chocola liggen. Ik voel me weer schuldig. Ik denk, oh, heb je weer chocola lopen eten gisteravond? Zo is die summer body nooit actief. En zo, goed. Pak ik mijn petje, denk ik, ja, mooi petje voor vandaag. Doe ik op, neem ik mee. Dan gaan we naar de logeerkamer. Hey. Ik kom onderweg mijn slippers tegen. Kijk naar mijn slippers. Ben een beetje trots op de slippers. KP-slippers. Jammer dat ze niet uitkomen dit jaar. Goed. Kijken we even naar Myron. Hey Myron, zie je er mooi uit. Oh, wat heb ik geluk met zo'n mooie vriendin. Dan loop ik weer door. Zo, doe ik die deur dicht. Zijn we hier. Liggen er al een paar shirtjes hier op bed. Toevallig. Waarschijnlijk opgevouwen door Myron, omdat het schoon is. Ga ik even kijken. Doe ik een van deze shirts aan of niet? Dan ga ik gapen. Rek ik even uit. Zit ik te twijfelen? Zal ik hier nog even op bed gaan liggen en neerploffen? Want dit is ook echt een lekker bed. Of zal ik gewoon verstandig zijn en me gewoon gaan omkleden? Nee, ik denk toch dat ik me ga omkleden. Ik begin altijd met schone onderbroek. Doe dit laadje open. Vraag ik me af, hoe ga ik mezelf naar de buitenwereld begeven? Doe ik rood of doe ik zwart? Ik denk dat ik voor rood ga deze keer. Kijk even of de maat goed is. Soms ligt er een onderbroek van Bas in. Dat is een maatje M. Dit is een maatje L. Dat is mijn maat. Dan doe ik mijn onderbroek uit. Eventjes uit beeld. Dan doe ik mijn onderbroek weer aan. En dan ben ik in één keer in het rood. Dan open ik de la van sokken. Die heeft wat meer keuze. De la van sokken bevat namelijk deze sokken. Het zijn allemaal knolpower sokken. Dus hoe dan ook zit altijd goed. Ik denk dat ik vandaag voor de witte ga. De korte. Is wel fijn, want het is mooi weer. Ik zit nooit als ik sokken aandoe. Ik sta altijd. Dan oefen ik ook meteen mijn balans. Hoppa. Dat is één. Andere sok. Voilà. Nu de sokken aan zijn, kijk ik nogmaals naar buiten. Soms doe ik even het raam open. En dan zeg ik... Can I get a higher? Nou, die krijg ik dan nooit. Doe ik het raam weer dicht. Ondertussen weet ik dus wat voor temperatuur het ongeveer buiten is. En dan denk ik, ja, nu kan ik mijn outfit uitkiezen. Dus dan neem ik jullie even mee naar mijn t-shirts. Hier heb ik allemaal gekleurde t-shirts. Hier heb ik ook gekleurde t-shirts. En hier heb ik de wat donkere t-shirts. Eentje heb ik niet goed teruggelegd. Dat is de rode Curaçao. Maar de rest is een beetje donker. Dan is dit allemaal kleding voor mij en Marion door elkaar. Dan ga ik gapen. Ga ik weer twijfelen. Zal ik nog even op bed liggen hier zo? Want daar heb ik wel heel veel zin in. Maar nee, kan niet. Ik moet echt gewoon verstandig zijn. En dan hier hebben we allemaal lange mouw en hier hebben we nog meer lange dingen. Maar die hebben we eigenlijk niet nodig. Ja, ik zit alleen te twijfelen. Misschien die bodywarmer. Bodywarmer kan wel nice zijn voor dit weer. Goed, dan sta ik hier en dan ja, zit ik gewoon te wachten, te kijken. Heb ik zoiets van, ja, wat trekt mij aan vandaag? Wat staat mij aan? Waar voel ik me vandaag zelfverzekerd door? Waarvan heb ik het idee van, hier kan ik de dag mooi mee beginnen en mooi mee afsluiten? Ik denk dat ik gewoon een keer weer de stoute schoenen aantrek. Ik denk dat ik weer een keertje voor een normale broek ga. Ik heb de afgelopen tijd heb ik gewoon heel vaak dit soort losse stofbroeken aan. Ik denk dat het tijd wordt voor gewoon weer een spijkerbroek en zo. En dan denk ik dat ik gewoon lekker gek ga doen. Ik ga voor de grijze. Het is een lekkere, fijne skinny broek dit. Zo, die is lekker stretchy zeg. En dan denk ik in eerste instantie grijs. Myron, ja? Ik ben aan het opnemen. Gaat ze een keer tanden poetsen? Oh, dan heb ik altijd even jeuk op mijn rug. Dat heb ik ook vaak in de ochtend. Ga ik altijd even zo krabben. Dan in eerste instantie denk ik gewoon aan grijs, grijs, grijs. Maar dan in één keer denk ik, ha! Ik heb laatst een nieuw shirt gekocht. Het is wel heel erg tof als ik die aandoe. En dat is dit shirt. Maar dan zit ik toch te twijfelen. Want ik pak hier ook een shirt dat lag bovenop dit shirt. En dat is ook een grijs shirt. En daar zit een hele andere boodschap achter. En ik vind die boodschap belangrijk. Want zoals jullie weten, ik heb een paar items. Dat zijn merkkleding. Dat zijn wat duurdere broeken, wat duurdere t-shirts, wat
duurdere hoodies. Dat zijn kledingstukken die ik vroeger niet kon betalen. Maar nu, omdat het goed gaat, kan ik af en toe van dat soort artikelen kopen. Ja, ik kan ook alles van dat kopen als ik wil, maar dat doe ik niet, want dat wil ik niet. Daar voel ik me niet fijn bij en die boodschap wil ik ook niet naar buiten brengen. Dus nu heb ik deze twee in mijn hand, omdat ik dus iets grijs in gedachten had, omdat mijn broek ook grijs is. Maar nu denk ik, wat voor boodschap wil ik meegeven naar buiten? Ga ik vandaag mijn Heron Preston dure t-shirt aantrekken? En dus ook dat mensen zien van, oh, hij heeft de Heron Preston nieuwe collectie, dat is wel echt een heel duur shirt. Wel heel erg gaaf. Maar ja, dan denken mensen dus gewoon meteen zo van, wow, Heron Preston, duur. Wil ik die boodschap afgeven vandaag? Is dat sowieso de bedoeling dat ik die boodschap wil afgeven? Nee. Maar Enzo, waarom draag je dan zo'n t-shirt als mensen bijvoorbeeld kunnen weten dat het duur is? Want dat wil je blijkbaar niet. Nou, ik vind het een heel erg vet merk. Ik vind het heel erg vet design. Ik vind het een tof t-shirt. En dit zijn juist een paar van die dingen die ik vroeger niet kon kopen. Dus dat ik trots ben op mezelf dat ik nu wel zoiets kan kopen. En dan vind ik het hard om af en toe een paar items van de kledingstukken die ik heb, om die te kopen in bijvoorbeeld designmerken. Maar goed, ik ga vandaag toch voor het andere shirtje. Ik ga namelijk voor het Griekenland shirtje. Ik heb deze op Griekenland gekocht. Volgens mij was het shirt 10 of 15 euro. Dus dat is een veel mooiere boodschap om vandaag mee te geven. Dat het niet boeit. Dat je niet altijd design en kleding hoeft te hebben. Je hoeft niet geen dure merken kleding te hebben of wat dan ook. Je kan ook gewoon vakantieshirtjes rocken. Ik bedoel, kijk eventjes naar mijn kledingkast. Hoeveel vakantieshirtjes denk je dat ik hier heb? Curaçao 1, 2, 3, 4, 5 Curaçao shirts. En dan 2 lange mouwen en 3 korte. Oh, en dan heb ik hier nog één. Dat is nog één erbij. En hier beneden heb ik nog van vorig jaar ook Curaçao shirts. Of vorig jaar, dit is 5 jaar geleden, die Curaçao shirts. Deze, dat is 5 jaar geleden. Dus de boodschap vandaag in de vlog is... Ik zit net mijn boodschap te vertellen. Wow, zie je er mooi uit. Ik ben echt blij met zo'n mooie vriendin. Schat, weet je wat ook elke ochtend gebeurt? Ja. Zal ik het doen? Ja, doe maar. Schatje, wil je cappuccino maken? Oh nee, dat was het niet. Oh. Dat ik moet zeggen dat we moeten gaan. Dat is een hele goeie. We moeten gaan. Wil je dan misschien cappuccino maken zodat we die onderweg kunnen meenemen? Dat is altijd jouw onderhandeling, hè? Is goed te doen? Ik ga alleen maar als cappuccino hebben. Yes? Oké, goed. Terug waar ik gebleven was. De boodschap van vandaag is in de vlog: laat je niet gek maken door mensen die altijd maar alleen maar designer shit laten zien of weet ik veel wat allemaal. Ik bedoel, dat mensen beïnvloed worden, dat heb ik gemerkt de afgelopen 9 jaar. Dat ik mensen kan beïnvloeden, heb ik ook gemerkt. Alleen toch probeer ik altijd een balans te vinden in dat het niet helemaal te gek wordt en dat we ook gewoon nog wel de normale dingen een beetje beleven. En dat is heel moeilijk om af en toe te doen en het is heel moeilijk ook misschien om te zeggen, omdat mijn leven is één groot rollercoaster en het is echt bizar wat er allemaal gebeurt in mijn leven en ik heb echt soms zoiets van holy shit, hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren en hoe is dit mogelijk? Het is echt onwerkelijk. Hou het mogelijk gek, dankjewel. Dat is precies wat ik zocht, dat zinnetje. Maar aan de andere kant, en daar moet ik me echt niet gek door laten maken. Ik kan mezelf helemaal opvreten en ik kan mezelf helemaal gek maken. En ik kan soms gewoon een week of 2 weken nadenken van, zal ik dat doen of niet? Want ik ben bang dat als ik misschien dat koop, dat mensen dan zoiets hebben van, oh ja hoor, nu is hij niet meer zichzelf. Nu denkt hij dat hij alles kan kopen. Dus natuurlijk ga ik ook nadenken van, hoe zal het publiek reageren als ik bepaalde dingen ga doen? Ik bedoel, daar blijf je denk ik altijd mee bezig. En ja, als influencer, je wil zo lang mogelijk er zijn. Je wil zo lang mogelijk relevant blijven. Maar toch wil je ook gewoon zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. En geen gekke dingen doen om maar relevant te blijven. Nou, ik denk dat ik wel kan zeggen dat dat bij mij wel altijd goed is gegaan. En dat ik niet iets deed om relevant te blijven. Ik maak gewoon wat ik leuk vind. En ik laat mijn dag zien zoals mijn dag is. Maar goed, ik vind het toch wel fijn om af en toe hier zo eventjes open over te praten. En dan beginnen we wel met een ochtendroutine. Maar uiteindelijk zijn we nu gewoon bezig met een hele serieuze boodschap. En vind ik fijn dat ik dit aan jullie kan meegeven. Ik bedoel, aan de ene kant, dit is dan echt een heel erg groot verschil, hè. Maar ik draag nu een t-shirt dan van 10 of 15 euro die ik heb gekocht op vakantie in Griekenland. Super blij met dit shirt. Ik vind het ook echt een vet shirt. Ik vind dat ik straks, als ik nog schoenen aandoe, erbij aan, dat ik een vet outfitje heb. Maar dit is een shirt van, laten we zeggen, 15 euro. Om er even van zeker van te zijn. Maar straks stap ik in mijn Lambo van meer dan 3 ton. En het klinkt voor mij al gek om te zeggen, want ik noem liever geen bedragen. Maar dat is wel de realiteit. En dat vind ik echt soms nog zo bizar om te begrijpen. Dat gewoon mogelijk is. En dat gewoon realiteit is. En ja, misschien dat ik hier wel over praat. Omdat ik gisteren ook bij de nieuwe woning stond. En ik liep daar. En ik was daar samen met Pim. En we waren bij de nieuwe woning aan het kijken. En Pim zei ook meerdere keren van, Enzo, oh jongen toch. Dit is niet normaal.
Dit is absurd. Dit is gewoon, wat ruimte. Wat een woning. Holy moly. En dan heb ik zoiets van, ja, dit is ook gewoon absurd. Dit is gewoon niet normaal. En überhaupt het feit, en hier heb ik echt vaak over nagedacht en bij stilgestaan. Ik woon nu... Ja, ik kom er zo aan. Ik moet nu komen. Ik ga niet nu komen, laat me. Maakt niet uit dat iemand zit te wachten. Ik ben bezig met mijn boodschap. Het is namelijk zo dat ik heb heel vaak stilgestaan bij het feit dat ik nu hier kan blijven wonen met Myron. En dat in de tussentijd de nieuwe woning gebouwd wordt. Vroeger, toen ik nog bij mijn moeder woonde, was het altijd zo dat we echt gewoon zo snel mogelijk in een paar dagen of in een week moesten hoppen van de ene woning naar de andere woning. De reden waarom dat zo is omdat mijn moeder moest huur betalen. En als we te lang in de ene woning bleven wonen, kijk, een maand overlappen had misschien nog een keertje gekund, zeg maar. Want dan betaal je eenmaal, schatje, nu even schatje, even niet. Even niet, oh. Schatje, even niet. Oh, ik zei dat net ook al, laat me gewoon mijn ding vertellen! Oké, hallo, daar ben ik weer. In ieder geval, ja, soms heb ik zo'n autistisch trekje in mijn hoofd en dan moet ik gewoon even shit vertellen. En ik gaf zo net al een hint dat ik gewoon even een boodschap wil vertellen, maar dat is hoe ik ben. Ah. Wat wil ik nou vertellen? Dat ik super blij ben, dat was het. Dat ik super blij ben en gezegend ben en dus echt heel vaak aan het feit denk dat ik nu in de luxe positie sta dat dit mogelijk is. En dat vroeger, dat gewoon zo'n hele andere wereld was en gewoon zo niet mogelijk was. Ik bedoel, als ik tegen mijn moeder zou zeggen vroeger dat, mam, we kunnen nu niet over naar de andere woning. Dus we moeten nu nog 15 maanden huur gaan betalen. Dus bereid je voor. Met die gedachten, zeg maar. Dat was gewoon niet mogelijk. Dat was er niet. En nu woon ik hier gewoon in deze woning. Zijn we al langer dan een jaar bezig met de nieuwe woning. En ik heb geen stress. Ik kan hier gewoon blijven wonen. Ja, die luxe positie, die moet ik gewoon niet vergeten. En daar ben ik gewoon voor altijd dankbaar voor. En daarnaast, en dat moet ik ook niet vergeten, ik werk er ook knijters hard voor. Ik ben altijd aan, ik ben altijd daar. Ik ben er elke dag weer met een nieuwe vlog. Ik ben elke dag nieuwe ideeën aan het bedenken of aan het uitvoeren. En dat is wat ik ook niet moet vergeten. En soms sta ik daar ook niet altijd stil bij. Dat als ik dan 's ochtends wegga van huis en ik kom aan het eind van de middag terug en ik zie wat ik dan bijvoorbeeld nog doe op de computer. En dan heb ik het niet over gamen, dan heb ik het over werk, related dingen. Uiteindelijk lig ik om 1 uur 's nachts in bed. En dan denk ik, wow, deze dag is zo snel gegaan. En om 8 uur vanochtend stond je op. Om 8:45 zat je in de auto. En je bent gewoon de hele dag weg geweest. En toen je thuis kwam, heb je alleen nog maar gewerkt. En je komt net van de computer en het is 1 uur 's nachts. Wow, wat een lange werkdag. En dat zijn dagen die ik vaker meemaak. En dat moet ik ook niet vergeten. Dat ik er gewoon knijters hard voor werk. Dat ik heel erg veel inlever en altijd hier ben. Dus en dan heb ik ook zoiets van, ja, daar ben ik super trots op. En dan mag ik mezelf echt wel belonen met een keer iets wat duurder is. Of iets waarvan ik denk, hey, vroeger kon ik dat niet kopen, nu kan ik dat wel kopen. Ik vind het belangrijk om hier wel een keertje zo weer over te praten. Want ik denk dat het lang geleden is dat ik hier iets over heb gezegd. Maar ja, dat is precies hetzelfde. Ik hou van schoenen, dus ik heb best wel veel schoenen. En dat is ook bizar dat ik dat nu zo kan kopen. En ja, zo zijn er gewoon meerdere dingen. Ik bedoel, sowieso mijn auto is echt freaking absurd. Ik vind het nog echt te gek voor woorden dat ik gewoon een Lamborghini heb. Ik snap het niet. Het is bizar. Niet normaal. Maar over dure dingen gesproken, er gaat nog iets anders aankomen wat echt heel erg duur is. En waar ik echt over na heb gedacht. Dat ik echt zoiets had van, oh, zal ik dat wel doen? Ik weet het niet. En gaan mensen dat wel waarderen? En ja, toen had ik ook zoiets van, ja, weet je, laat het en zo. Jij bent jezelf, of dat er nou bij komt of niet. Jij bent jezelf, jij doet je ding. Je bent er elke dag, je staat nog steeds aan. En je verandert niet in gedrag, je verandert niet in de kijk op mensen. En ja, mensen kunnen dan misschien wel kijk veranderen op jou. Maar ja, dan kan ik weer laten zien in mijn vlogs dat gewoon nog hetzelfde is gebleven. Dus nou ja, goed, wat dat is, dat zien jullie later wel. Maar ik ben in ieder geval super trots op mezelf. En ik ben hartstikke blij. En ik ben ook blij dat ik over dit soort dingen gewoon nog kan nadenken. En niet altijd alleen maar gewoon helemaal naast mijn schoenen loop. En ik hoop dat ik geen één moment naast mijn schoenen loop. En ik heb ook altijd gezegd tegen de mensen om me heen, als dat gebeurt, laat het mij weten, want dat wil ik niet. Maar het is wel fijn om hier ook af en toe over na te denken. En ook gewoon te realiseren van, ja, vooral ook in deze tijd, dan is het soms echt bizar om te beseffen wat je hebt en wat je kan doen en de vrijheid die je hebt. En daar ben ik gewoon super, super dankbaar voor. En als ik dan ook af en toe iets
van wat ik binnenkrijg kan afstaan om andere mensen te helpen, dan vind ik dat super tof. En dat kunnen de kleinste dingen zijn, kunnen wat grotere dingen zijn. Maar dat je het überhaupt doet, is al gewoon fijn, vind ik. Goed. Ik zit nog even te kijken. Ja, schoenen. Gewoon letterlijk witte schoenen. Ik denk gewoon dit. Let's go. Ik heb de Nike's. Ik had nooit verwacht dat ik deze zo chill zou vinden. Maar deze draag ik vaak de laatste tijd. Daarom zijn ze ook niet helemaal wit meer. Maar goed, deze schoenen doe ik aan en dan ben ik compleet. Dan ga ik even naar Myron toe. Volgens mij had Myron net Luciano aan de telefoon. En Luciano die wilde volgens mij heel graag wat laten zien. Dus het was een beetje leuk voor mij, maar ik wilde echt even mijn dingen afmaken. Oh ja, dit is ook echt typisch Myron. Altijd het licht aanlaten. Hey, maar dan ben ik er die het uit doet. Hopsakee. Oh ja, dat ben ik vergeten. Ochtendroutine. Let op. Even deo'tje. Ik heb dan misschien gisteren wel gedoucht. Dus dan hoef ik vandaag niet te douchen in de ochtend. Of misschien dat ik even vanavond ga douchen. Maar dan is deo altijd wel even lekker. Weet je wat trouwens ook misschien goed is? Iets om over na te denken. Stel voor, je zou 10 miljoen krijgen. Wat zou je dan doen? Ga je dan 10 miljoen doneren en gewoon je leven blijven leven zoals je doet? Nee, tuurlijk niet. Je gaat gewoon kijken van oké, wat is mijn droom? Is er iets wat ik nu kan kopen, wat ik eerst niet kan kopen? En hoe gek ga je? Dat is het ook. Dus laten we ook realistisch zijn. Wat zou jij doen als je in mijn positie stond en je zou iets te besteden hebben? Zou je dan dat doen? Of zou je dan je droom bijvoorbeeld niet uit laten komen omdat je bang bent om kritiek te krijgen van mensen van oh, hij rijdt nu een dure wagen of hij rijdt nu dit. Ja, goed. Het is iets om over na te denken en het is iets wat altijd door mijn hoofd spookt. Schat, ik ruik de heerlijke koffie en ik denk dat dit het moment is dat jij in de ochtendroutine alweer gaat zeggen. Zesde keer dat we moeten gaan. Ja, precies. Dus ik doe mijn schoenen aan en dan gaan we, ja? Had ik al gezegd dat je mooi eruit zag? Nee. Okay, had ik ook al gezegd dat je het licht even uit moet doen? Ze is nog niet klaar, maar dat zegt ze vaker. Oh, schatje, voordat je weggaat. Sorry dat ik zo jou wegstuurde net uit de kamer. Zo, wat is er met je stem? Mijn stem is een beetje weg. Nu niet meer. Maar kijk je dan zo, soms wel eens in dat schermpje hier zo naast de camera dat je denkt, oh, ben ik knap? Nee. Nee? Nee, maar dat siert jou. Jij weet niet hoe knap je bent, denk ik. Oh, zo. Ik kan al drinken. Ja, drempeltjes, hè? Is hij nog warm? Ja, hij is nog warm. Maar Samantha, die appte mij al. Zorg ervoor dat Enzo op tijd komt. Ik zei, ja, zeg dat tegen hem. Ik kan dat niet meer, hoor. Schatje. Ja, maar is toch zo? Ik kan jou niet op tijd laten komen. Hoe moet ik jou op tijd laten komen? Wat zou ik moeten doen? Omdat... Schatje, als je dat stukje kijkt met je ogen dicht, is heel apart. Nee. Goed, dus wat belangrijk is, is dat Marvin en ik gewoon ook hierover blijven praten. En dat doen wij ook. En wij staan daar wel gewoon hetzelfde in. Daarom hebben wij elkaar ook gewoon goed gevonden. Daarom hou ik ook van jou. Ik hou ook van jou. Nee, maar dat is ook wel een belangrijke boodschap. Is dat, ik heb jou nodig. Ja? Ja. Ik jou ook. Wij zijn dream team, hè? We zijn dream team. Wij hebben eigenlijk nooit ruzie. Soms wel eens een soort van chagrijnig naar elkaar, maar meestal moeten we dan meteen lachen. Ja, en ik moet eigenlijk altijd lachen als jij boos wordt. Ja, klopt. En we kunnen altijd wel gewoon snel sorry zeggen tegen elkaar. Ja, dat is gelukkig ook wel zo. Dus net zoals net, weet je. Ik stuurde die even kattig weg, maar ik zat zo in mijn hoofd van ik moet het even kwijt. En dan kwam je in de kamer en dacht ik, klang, jongen, rust. Ga weg! Maar hey, het is gewoon klaar, is niks meer aan de hand. Goed, we gaan dus naar Luciano, naar de kids. Ja, niet alleen Luciano natuurlijk, zijn meerdere kids. 4 kids in totaal, 2 volwassenen, ook al zijn er soms ook kids. Dus we gaan naar 6 kids. Let's go. Nee, Samantha is wel de meeste volwassenen. Ik denk het ook. Of Milana. Inderdaad. Inderdaad. Dus goed, als ik zeg 4 plus 4 is 8, ja. Dan zegt Milana. Inderdaad. Dus dan heeft Marion mijn haren al geverfd. En dan nu gewoon even bij de kapsalon, even de zijkant helemaal strak. Hallo. Volgens mij zijn we bij het goede adres. Ja. Hey, maatje. Hoe is het? Alles goed? Ja. Hoor je mij? Hoi, Enzo. Mai. Hey, baas. Alles goed? Ik heb een bokser doorheen. Hallo. Miron. Hoi, goedemorgen, Enzo. Yo, maat. Alles goed? Ik ben op tijd. Lekker, man. Hey, je hebt een chandeerpetje op. Hallo, alles goed? Hey, maatje. Hey, ik krijg een knuffel van jou, maatje. En dan verlegen doen. Hey, ik krijg een knuffel van jou. Ja, hè? Ja, hè? Hey. Altijd. Ja, hè? Hoe gaat het met jou? Gaat het goed? Ja? Krijg een kusje? Oh!
Heb je nog een mooie chandeleer gezien buiten? Ik dacht hier. Achter mijn chandeleer? Helemaal niet. Je maakt een grapje met mij, is helemaal geen chandeleer. Jij maakt af een grapje, hè? Wow, dit is een nieuwe stilo, hè? Ja. Verleid je toch? Meestal doen mensen hem hier, ik doe hem altijd achter. Wow, check dit. Ja, hier schrok ik de vorige keer van. Toen ging ik ook naar een barber. En toen ging ook een hele streep. En daarna als laatste pas de onderkant. Ja, ik vind het zo'n vieze mat. Ja, wow, dat is echt ziek. Wow, kijk dat Gino nu heeft. Hey, weet je wat ik bij me heb in de auto? De allernieuwste serie van Pokémon. Ach, tuurlijk. Ja. Even voelen bij Virginio? Ja. Lekker? Is lekker, hè? Oh, dat is echt lekker. Oh. Doe jij I like Makachi? Oh, nee. Achterop hier. Zachtjes achterop hier zo. Achterop zo, zachtjes. Hij deed het nu per ongeluk te hard. Wie komt er naast mij zitten? Maatje, kom jij naast mij zitten? Hé, hey Luciano, kom je naast me zitten? Gaan we samen geknipt worden? Dat hebben we nog nooit gedaan. We zijn nog nooit samen naar de kapper geweest. Ja, let's go. Hij kijkt alsof hij moet poepen. Kom Luciano. Oh, ben je moe. Hij had eigenlijk niet zoveel zin, dus ik probeer hem te hypen zodat hij komt. Luciano, let's go. Let's Kijk, een mooi zitje voor Luciano hier. Zo schattig. Zit hij net even op de hoogte. Oh, kijk hem lachen. Yes. Dit is wel leuk, hè? Boksmaat. Boom, worden we allebei geknipt, hè? Hoppa! Kijk hem lachen. Daar gaan we, dames en heren. Zijkantjes, even mooie opscheer, mooie overloop. Alles wordt weer helemaal gefixt hier zo. Heb je er zin in, Luciano? Ja? Dit nog weg, ga maar even. Niet lopen ahoeren, hè, shit. Oh. Ik begin meteen te zweten. Is het niet te kort? De slager, zeg je dan. Ja, het ziet eruit alsof je inderdaad kebab aan het snijden bent. Ja. Oei. Hier nog een beetje. Goed. Ja, dankjewel, maat. Nou, ik ben wel blij dat jij het weer overneemt. 5 minutes later. Ja, is mooi. Er is mij verteld dat ik klaar ben. Ja, ik ben klaar. Van meester lijkt. Hey, yo. Nee, dat is van Pietje Bel. Pietje. Oh ja, Pietje Bel, ja. En weet je waar dit ook op lijkt? Ja. Op die ene Duitse leraar. Wat heb ik nu? Kijk eens niks. De antenne. Ja, ik ontvang elk kanaal. Ja, dat zijn de boekjes. En weet je waar ik ook op blijf? Op die Duitse leraar. Die zo aan het schudden is met die dieren in zo'n picknick. Nee, die heeft donker haar. Jullie krijgen allemaal een onvoldoende. Maar die heeft donker haar. Oh nee, toch niet. Jij ook. Oh nee, toch wel. Kijk, deze baas hier chillen dan. Luciano, kijk eens even naar de camera. Yes. Oh, trampoline. Er wordt mij gevraagd, wat wil je met de boven gaan doen? Beetje bijwerken, maar... Ja, zou wel doen. Zal ik een update doen, iOS update? We gaan ook op vakantie, dus dat gaat super hard groeien weer in de zon. Ja, gewoon zo'n stukje eraf halen. Van een heel klein stukje, ja precies. iOS update of Android update? Doe maar iOS. iOS? Ja. Nou, helemaal fresh. Ja. Lekker zacht. Aan Virginio de heer. Doe jij maar, Virginio. Hard ook, echt goeie. Dat was een goeie. Ja, nu gaat het gebeuren hoor, dames en heren. Ik had ooit een keertje bij Shahid gezien dat hij van dat zwarte wax in zijn oor en zijn neus kreeg met zo'n stokje eraan, weet je wel. En dan wordt er zo keihard aan getrokken en dan ja, schreeuwen natuurlijk. En misschien zit het wel vast. Mag ik misschien trekken? Misschien zit het wel vast bij mij. Mag ik trekken? Ik wil één oor doen. Allebei mag. Hoezo wordt dat niet aan mij gevraagd? Hé, hey, dit papa's auto! Nou goed, dus wax in mijn oor, wax in mijn neus. Wax is je billen. Ik ben benieuwd. Die mond. Oh! Ik krijg helemaal traanogen. Oh, dit is heet, man. Nee, hoor. Ai. Het valt wel mee. Het drupt, of niet? Nee. Oh, dit is heet. Oh, nee, hè. Dat moet zacht zijn, hè. Oh, ik heb helemaal traanogen. Ik ga even kijken. Boy, yo. Hey, maar ik moet hem groot houden voor de kids, hè. Want hoe erg ik in paniek raak, hoe... Hè? Ja. Dan willen zij het misschien ook niet. Oh. Ah, dit is zo leuk, Luciano. Hé,
Hé, hey, haal shit hier weg. Nee, ja, ik neem even nee. Ja, ja, even rustig jij. Ik trek deze straks. Bloed? Nee joh. Bloed, zwart bloed. Je hebt gewoon één keer zwart oor. Vind je het eng? Vind je het eng een beetje? Deze gaat nu. Is niet eng hoor, Luciano. Je krijgt het nu in je neus, hè? Heel zillig. Ik heb niet Oh. Oh. Oh, joh. Oh, hoor. Ik kan ook je hele gezicht doen. Oh ja, doe dat je maar. Je haartjes hier, kijk. Ja. Zullen ze alles gaan mee? Ja, neem ja. Ja, ja, doe het top. Ja, nee. Ja, 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 ja. Wat, hoe, alles? Ja, gewoon een voorhoofd, zeg maar. Voorhoofd. Dit, zeg maar. Ja, doe maar. Ja, alles? Ja, gewoon de voorkant hier. Nee, maar ik heb al... Oh. Ja, maar kan ik straks nog wel ademhalen? Ja. Je hebt toch je mond nog, joh? Ah, nee, adem via zijn oren. Ja, soms wel als ik in nood zit. Oh, oh. Nu heb je één kant wel en de andere kant niet. Nou, andere oor. Oh nee, nee, wordt top. Kijk. Maar nu... Oh, oh. Oh, dit is, ah, dit is warm, man. Auw. Ah, dit is warm. Oh, ik kan niet goed tegen hitte. Ah, ah, nee, nee. Oh, ah. Oh, het voelt verbrand. Ah. Oh, ik krijg traanogen. Zo, ja. Oh, oh, dit is heftig, man. Oh, dit is heftig. Ah, oh, neem me niet mijn hele gezicht, toch? Ja, weg, man. Oh, shit, ik wil mijn wenkbrauw houden, hoor. Ja. Oh, oh, waarom heb ik ja gezegd? Oh, ik neem het er heel rustig af. Nee. Helemaal te huilen. Maar... Hoi, dit is ook lachen. Aan de kant. Ja. Ga je gezicht doen. Oh. Oh. Heet. Oh. 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 Mijn slaapdarm. Niet zo hard. Niet zo hard, joh. Oh, pas op, die draadjes. Die draadjes, dat zijn van die kaasdraadjes met de spaghetti, weet je wel. Als je dat, die kaas... Ja, dat is lekker. Zo heet is het, hè. Als je kaas erop doet, dat je dan zo van die lijntjes krijgt. Ik heb zo pijn op mijn achter. Oh, er zit hier zo'n draadje in mijn ogen, in mijn wenkbrauw, in mijn wimpers. Kan er iemand een draadje weghalen? Ja, is niet. Oh. Oh, dat is heet, heet, heet. Maar zit het nog steeds? Oh, ik heb weer gevoel. Oh, Navier. Oh. Wat zei je? Navier. Je heet toch Navier? Hij is zelfs mijn naam. Oh, hoe heet je dan? Niet waar. Ik zei het andersom. Ah! Oh, shit. Oh. Navier, niet waar. Oh. Oh, ik lijk net een super slechte schurk. Ja, Batman. Ja. Oh, oh. Luciano, wat vind je ervan? Maar dit weet wel. Wel leuk. Was het nog steeds? Ik vind het helemaal niet leuk, man. Oh. Ik ben gewoon echt aan het huilen, hè. Oh, maar hier. Oh. Maar hier. Kun je daar wat je helpt dan als het eraf gaat? Ja, joh, jij kan niet tegen warm. Ben ik op de Vlaanderen? Ja. Is beter. Hele oorlog onder. Oh, mijn hart gaat tekeer, hè? Dit zwart is toch niet brandbaar? Nee. Dat als je dat bij... Het moet pas morgen eraf halen. Nee, niet morgen. En ja, nu gaat het echt gebeuren. En zo. Met... Ah! 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 Hé! Ah! Hey! Wat zijn dit voor toverspreuken? Ah! Ah! Ik ruik het! Het is goed, het is goed! Holy shit, ouwe! Holy shit, dat is heet, man. Ruik je dat? Ja, ik kan maar voor de helft ruiken. Maar het ruikt echt heftig. Zo, ja. Ja, dat bedoel ik. Oi, oi, oi. Ben je dat zelf? Holy shit. Je ziet er wel erg mooi uit, hoor. Oh, zo, jullie krijgen een brief van mijn advocaat, jongen. Het is gewoon... Nu kan je niks meer ruiken. Oh, mijn god. Oh, nee, nee, nee. Ah! Hij weet nog niet. Ah! Ja, hij gaat meteen op. Oh nee, ik kan moeilijk door mijn mond ademhalen. Nee, je moet rust. Deze maar. Is nog vrij. Oh, maatje, help mij. Help mij. Kijk, jij kan ook thuis eraf halen. Thuis eraf halen? Ben je gek? Ik ga niet over straat zo. Die oren... Kan ik die oren al aftrekken? Ja. Eerst een beetje en dan... Als ik even blijf achter. Oh nee, alweer. Ja, oh, die andere oor. Oh, ah! Oh, zit dicht. Oh, 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 je smeert heel dik, ouwe. Oh, 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 die zit nog weer dicht aan die andere, dan wie? Ja, dat klopt, deze is open, die is eigenlijk niet goed. Oké, zo, kan ik het? Oh, wacht even, die andere is nog helemaal heet, man. Nee, die andere is ook aan het druipen. Oh ja, oh, dat is fijn, shit. Oh, blazen. Oh, hij gaat druipen, of niet? Ja, hij is aan het druipen. Blazen, gaat druipen, wat de fuck? Nee, dat gaat druipen. Oi, oi, oi. Ik heb liever weer gebroken pols dan dit, man. Ja, hard of zacht? Oh, wacht. Als je pijn wilt, moet je zacht. Zachtjes, hè? Nee, hard trekken, hard in één keer. Ah, niet zo zacht. 1, 2...
Ah, oh, een klein stukje. Oh, shit, man. Kom op. Maak een beetje... Ah, ik ga niet vertellen dat mijn fout is gegaan. Auw, man. Auw, man. Auw. Oh. Hey, Dave. Ah. Oh, nee, het gaat er niet meer af, man. Hey, ik ben de lucht. Nee, stuk voor stuk. Kom op, man. Ah. En dan weer Oh, shit, man. Oh, je hebt echt veel haren. We zijn helemaal in paniek door zijn... Zou je de tank vol hebben? Ja, dat wou ik ook zeggen. Stel, er waren allemaal andere klanten hier nu. Oh, ik moet een afspraak maken met een psychiater, man. Wil je ook nog dan? Nu komt het ergste nog. Je moet ook nog je neus en dit. Zo. Ik doe dit nooit meer. Doe even normaal. Nee, kap hoor. Ik ben klaar. Doe eens even een beetje stoer. Ik heb nog niet ontbeten. Ik ben duizelig. Weet je wat gaat pijn? Het mag goed schoon. Echt pijn doen hier. Oei. Wil je wat drinken? Beetje water. Ja? Snoepje? Ik heb nog niet ontbeten. Ik ben misselijk. Oh ja. Wat zeg je, maatje? Snoepje. Wil je dat in de andere oor zeggen? Ik hoorde je niks. Snoepje. Ja, lekker maatje. Dat zei ik net ook al. Nee, maar dan zul je zien dat bij mij niet meer uitgaat, snap je? Dan heb ik een keer... Nee, net altijd negatief. Weet je, je moet een keer naar Israël toe. Daar is een klaagmuur. Oh, dankjewel, maatje. Ja, bent grappig, hè? Ah, lekker, man. We gaan naar de kap en ik wel op aan. Ja. Nee, hoor Virginio, hè? Alles voor de content. Ja, volgende. Ik ben een man van trots, let's go. Precies. Hoe? De hoe? Hoe? Het pijnlijke. Oh! Oh! Oh, mijn vooruit! Oh, mijn vooruit! Oh! 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 Oh, shit, wacht, wacht! Oh! Hey, dit is niet normaal, man! Hey, dit is. Oh, ik zweer het je, dat is gevoelig, hè? Dat is zo gevoelig, die huid daar. Kijk hoe glad! Oh! Het zweet allemaal, hè? Oh, ja! Oh, de voorraad. Ja, ik zweer het je, man. Nou, dit is. Je maakt je ook zelfs een druk. Oké, verder. Kan ik het in één keer trekken? Oh! Oh, ben slaap. Oh! 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 Pauze, pauze, pauze. Alleen neus. Oh. Kijk dan, kijk. Kijk, hier, kijk hem op. Kijk. Hij vindt het ook spannend. Hij zit lekker op je neus. Dan je wat een mooie bril hebt hij op. Nee, bij je oorzaak. Nee, keer je oorzaak. Oh, dat doen we gewoon. Hebben jullie ooit iemand gehad die zo erg... Als wij twee klanten hadden, waren we failliet nu. Oké, door. Verdacht die mensen zo. En iedereen doet stoer, hè? Ze gaan schreeuwen. Oké, bijpakken is... Maar hij zit aan zijn neus. Ik maak het eerst ik kak eens bijpakken. Wat ga je doen? Nee, ik moet nee, je neus. Laat hem nu. Nee, ja, ja. Ja. Oh. Nou, kijk hier. 1, 2. Maar kijk even. Heel veel haartjes, oh, je hebt een voorhaar. Ja, maar ik ga dit nooit meer doen, hoor. Ja, maar dan weet je toch een keertje hoe het voelt. Nog een oor. Ja, maar dat was de pijnlijkste. Dit was pijnlijks. Maar nog één nog te gaan. Oh, nog één? Ja. Twee. Je houdt me ook niet tegen. Niemand houdt mij tegen. Iedereen zegt, het is leuk. Ik heb niet twee neus. Twee neus. We doen het tegelijk. Moet je hier eentje pakken en dan hier trekken. Je moet hier pakken en dan die kant trekken. Dat doen we makkelijker. Doe jullie maar, de neus. Ja. Oké, nou hier. Jij gaat doen, hè? Ja, komt goed. Eén. Oh, joh. Dit is niet normaal, hè? Maar, ja. Nee, dit is niet normaal. Kijk dan, jij hebt zoveel neushaar. Holland, heb je heel veel neushaar. Ja. Hé, hey, maar ik denk dat ik straks weer gewoon twee keer goed ademhaal. Ja. Ik denk serieus, maar hier en naar hier. Serieus. Wacht, sorry, wat was je naam? Niwa. Maher. Maher, ik denk dat ik door jullie straks marathon kan lopen. Ik krijg weer zoveel zuurstof. Doe jij die andere? Ja. Oké, kan je doen? Alsjeblieft. Achterover, ja, de leuning. Oh! Kom gewoon iets op mij. Kom iets op mij. Gadverdamme zeg. Nog meer tranen. Ja, dat is gezicht met haar. Je bent zo hier door. Nou, laat hem maar even rusten. Dan mag ik weer eraf. Ja, waarom zitten die clipjes erin eigenlijk? Ja, omdat voor mijn voorhuid. Voorhuid?
Ja, ik heb dat niet, dat is leuk. Hoofd. Als je nog een stukje gaat, dat nog wel uit. Nee. Maar het is wel goed schoon. Zo, nu zag je hoeveel neusharen jij hebt, hè? Zo, niet normaal. Oh, joh. Ik ben bij het ziekenhuis geweest en ik kwam daar weg minder bezweet dan hier. Dit is echt niet normaal. Hey, maar toch raad ik het iedereen aan, hoor. Zo, toch wel? Ja. Nou, nu zo? We krijgen een laatste oortje. Ja. Oké. Okay. Het was wel hard. Ja, moest voelen hier, je moet ze achterhouden. Hij heeft zijn oor eraf. Oh, yo, dat is helemaal hard geworden. Ik denk nu zo. Oké, dan gaat hij. Ik maak hem eens een beetje los. Ah! Oh! 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 Oh, ik kap ermee. Ja, ga je zo verder? Oh, deze is echt heftig, hè? Probeer het zelf eens los te halen. Oh, zo, dit is wel glad, hè? Ja. Laten we anders die kleine doen. Ja, Luciano, kom. Ja, Luciano, kom. Wil jij trekken? Doe maar dit. Oh, Luciano. Oh, dat is wel... Oh, Luciano. Nee. Zo, hij deed het wel goed, hoor. Oh, je oor. Ja, nu valt hij kapot. Oh, mijn oor is op de grond gevallen. Kijk dan hier. Ah, oh, dit is ziek, hè. Dit is wel raar om te zien, maar man. Maar Enzo, weet... Dankjewel, Luciano. Nog een beetje. Dankjewel. We moeten gaan, hoor. Ja. Ik ga een beetje creme doen, ja. Een beetje crème gaat er branden, is alcohol? Nee, is alcohol. We gaan naar Enzo mee. Enzo houdt het. Je houdt alleen maar voor soort. Wat doe jij allemaal? Oh, ik moet echt bijkomen, Nawir. Hij zegt de eten nu. Oh ja, een beetje wax in haar, alsjeblieft. Een glaas water nog? Nee, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Holy shit. Ja, dat is gewoon, man. Mag je het hier nog een zwart puntje? Let's go. Goed zo. Ja, top. Het ziet er vast juist goed uit, hoor. Ja, want dit is precies hoe ik het altijd doe. Zo naar voren, zo lekker. Nee, maar Shane, nu is het echt gezin een eigen tal van die, die Hollander is echt een poepert, hè. Dat is echt gescheiterd, hè. Die Enzo Knol is echt een scheiter. Ja, ja. Als u. Hey, dankjewel. Ik ga nog vandoor. Serieus? Ik ga met jou mee. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, was mooi om een keer mee te maken. Dankjewel, was mooi om een keer mee te maken. Dankjewel. Als mensen een behandeling willen als deze, kunnen ze bij Kapsalon Zeewolde? In Putten. En in Putten? Achterstraat. Achterstraat. Oké, jullie horen, dames en heren. Wil je dit een keer meemaken? Kapsalon Zeewolde of in Putten, Achterstraat. Oh, nee, serieus, dat was wel echt leuk. Hebben jullie gelachen ook? Ja, zeker. Jij gaat mee, hè, vandaag? Luciano. Mijn hoofd is rood, ja? Serieus? Zie je dat? Ik altijd tegen de juf zeggen. Ja, ja, mooi. Dus even bijkomen, hoor, maar het was wel echt geniaal. Moet ik voelen? Wow, dat voelt lekker. Nou, iedereen is helemaal fresh, dames en heren. Luciano is geknipt, Virginio is geknipt, Sjiet is geknipt. Ik ben geknipt. Heerlijk, heerlijk. Ik had alleen even ietsjes meer wax erin moeten doen. Of iets meer haarlak. Als het waait gaat het nu zo omhoog. Het ziet er zo, het ziet uit als een vogelnest zo. Ja, ik vind het zo lullig om mijn pet op te doen. Maar misschien is dat wel beter. Hey! Zo. Goed. Dus wanneer is dat carbon dan? Ga je achterin, maatje? Sinds wanneer is dat carbon dan? Dat is sinds dat de vader van... I like a kutje. Sinds de vader van Maiwen dit onder handen heeft genomen, is dit allemaal carbon. Het is wel nep carbon, hoor. Het is gewoon een wrap. Moet ik ook achterin? Nee, ik ga rijden. Een handje voor je mond, hè, als je hoest. Maar ik ga rijden. Ga maar zitten. Doe ik je gordel om. Goed zo. Goed zo, maatje. Dat is beter. Zo, hij luistert goed, hoor. Holy moly. Holy moly. Nee, haar is wel echt goed geknipt. Ja, zo ziek, hè? Kantjes. Ja, echt nice. Ze hadden nog nooit een Hollander gezien met zoveel neus aan. Nee, dat zei hij net ook nog tegen mij. Hij zei alleen Turkse mensen hebben zoveel neushaar. Wow. Maar ik zei, hoe kan dat dan? Want jij hebt heel dun haar op je hoofd. Ja. Maar dan wel zoveel haar in je neus. Ja. Maar jij hebt soms ook van die hele lange wenkbrauwharen. Ja, ik weet ook niet. Mijn haargroei laat me niet in de steek in ieder geval. Nee. Nou, even bijkomen nog. Ja joh, fantastisch. Van mij groeit mijn haar heel dik. Ja, je hebt heel dik haar. Maar je gaat ook dik, toch? Skip Luciano gewoon. Skip ik Luciano? Of wil je ook een box? Sorry, maatje. Wil je ook een box? Wow. Er komt een politie aan, of wat is dat? Ambulance. Kijk uit het raam. Het geluid als hij steeds langer. Zag je dat? Ja, ik ben het niet. Wordt dat mooi? Ja, we waren dom dat het een politie was. Als ambulance. Oh, dus het was een beetje dom van mij dat ik dacht dat het politie was. Het was een ambulance en een bak. Kom, doen we de deur dicht? Ja. Boom. Oh, lekker banaantje.
Lekker, hè? Kijk eens even wat een feestje, dames en heren. Virginio die heeft twee croissantjes met een lekkere chocomel. En Luciano die heeft er echt wel een heel erg groot feestje van gemaakt. Met allemaal chocola, marshmallows en pannenkoekjes en banaantjes. Oh, lekker, hè? Ik heb een lekkere sandwich. En jij hebt een lekkere carpaccio. Dus we zitten hier gezellig met z'n allen. We zijn wat Pokémon-kaarten aan het openmaken. De nieuwe Pokémon-serie zijn we aan het openmaken. Superleuk. Even lekker chillen. Even lekker smikken. Lekker eten. Mijn oor wordt al iets minder rood als het goed is. Helemaal lekker glad huidje. Heerlijk. Ga jij voor mij roeren? Ja. Ja, ga je roeren voor mij? Dankjewel. Er zit wat op je neus. Toet. Wordt grappig. Nou, ondertussen hebben we allemaal Pokémon kaarten opengemaakt. Luciano helemaal blij met de chandeer. Misschien heb ik wel weer toet, toet. Heb je een goede kaart? Zo! Weer een witte. Laat eens zien. Kijk eens even. Ik heb een witte rondje. Wat hoorde er? Zo, maar ik had er uiteindelijk... Hoor je niet? Ik tikte stiekem op zijn schouw. Oh, dat weet je wel. Oké. Okay. Ze zijn TikTok aan het maken. Wat zijn ze aan het doen? Hey, zit jij nou chickies te kijken? Hey, zit jij chickies te kijken? Buiten? Ja, hè? Is dat een leuke meisje voor jou? Hey, zijn ze leuk aan het dansen voor jou? Meedansen. Hey baby, shark, tu. Ja, je zit nu al dames te kijken, hè jij? Wow, is dat Spider-Man? Mooi, joh, dat is wel echt geniaal. Wat? Ik zie hier ook een Pikachu shirt. Oh, die is wel stoer voor Luciano, hè, die Spider-Man. Dit is perfect voor Virginio. Ja. Wow, ja, die is ook nice. Die is lekker. Deze is ook wel mooi. Wat doe je? Die zit lekker daar? Ja. Maar dit... Je moet daar rijden. Maar dit is wel een perfecte plek om weer even naar de dames te kijken, of niet? Ga je mee naar de winkel? Gaan we even bij die Spider-Man kijken? Ja. Ja, kom maar met bonnetje. Jij moet even daar rijden. Nee, we gaan daar even naar binnen. Dan gaan we daarna naar mijn huis. Ik wil wel Spider-Man jas. Oh, je chandeer. Ja, we gaan even binnen. Gaan we even de Spider-Man jas passen, oké? Okay? Ja. Hé, hey, kijk hier. Luciano, kijk hier. Zo mooi dit. Daar zijn ze. Kijk eens even bij de kinderkleding. Hoe leuk is dit? Kinderkleding is zo mooi. Oh, deze. Maar dit jasje, die is echt leuk. Even kijken. Dat jasje is echt super vet, hè? Dit is zijn maat. Mooi, joh. Luciano, wil je hem eens aandoen? Keihard. Wow, ben je nu Spider-Man? Laat ze een Enzo zien. Ik heb deze ook naar school. Echt? Ja. Laat eens zien. Laat ze een Enzo zien. Wow, ben je Spider-Man? Oh, oh. Wat zei je daar? Ben je Spider-Man nu? Spider-Man heeft zo een muts op. Mooi, hè? Wil je het zelf ook zien? 1, 2. Zie hoe gaaf dat is? Dat is cool, hè? Alleen met op de boef. Ja, deze moet zo naar beneden zo. Zal ik een foto maken? Dan kan je zien hoe het eruit ziet als je hem helemaal op hebt. Kijk, nu zie je hoe het eruit ziet. Kijk maar. Wow. Dat is cool, hè? Wow. Dat is echt gaaf, hè? Dan word je geen Spider-Man. Ja, daar zit jouw mond daaronder. Dat ben jij gewoon, hè? Ja. Jij bent dan gewoon Spider-Man. Wil je de mond? Wil je die jas van ons hebben? Ja. Dan nemen we dat jasje mee. Dat is gaaf, toch? Dan kun je later aan papa en mama laten zien dat je Spider-Man hebt. Goed, neem de spullen maar mee. Ja, ik hou deze wel vast, wat het ook is. Nou, daar gaat Spider-Man. Hey, yo. Soms kom je zoiets tegen en dan loop je er gewoon tegenaan. En heb je zoiets van, wow, dit is perfect. En dit jasje is gewoon een Luciano jasje. Dit wordt zo mooi. Wat gaat hier gebeuren? Deze moet uit. Wil je ook passen? Ja. We gaan eerst even kijken hoe het bij Virginio eruit ziet, oké? Okay? Kijk. Wil jij anders de pompoen aan? Ja, Dino pak. Dat staartje, oh. Kijk dat staartje. Ik wil hem ook. Oh, kijk deze dan. Kijk dan. Doe je handen omhoog. Handen omhoog. Kijken. Oh, je handen zo erin. Zo. Nee, handen zo naar buiten. Kijk eens. Ja, een pompoen. Ga maar rennen. Dino en een pompoen. Hoe
is zo fijn. En geniaal. Daar komt nog de dino aan. Echt zo grappig. Oh, dat ze het hier gewoon hebben. Ja, is echt mooi hoor. Is echt grappig. Ja, wij komen hier nooit natuurlijk. Nee, ik zie hier ook al een leuke trui voor Virginio. Ja. Die is ook al vet. Maar er hangen ook nog maar twee. Nou, eentje nog maar. Elke keer. Virginio's maat is zo'n maat die je gewoon heel snel uitverkoopt. Elk kind heeft. Het is precies hetzelfde als ze dan... Dan komt er bijvoorbeeld een nieuwe schoen lanceert. En dan denk je van, oh ja. En dan denk je van, oh shit, ja, ik heb de meest voorkomende maat. Dus ja. Mijn maat is altijd weg. Klopt. Dat heb je ook vaak met schoenen. Ja. En zo komt deze aan. Wil je die nou aan? Zo, even omhoog. Het is toch veel te groot. Deze dino heeft jou gewoon opgegeten. Zo, nou deze armpje erin. Zo, die doen we de andere kant op zo. Zo, je hoofd er doorheen. Hoofd de andere kant er doorheen. Ja, perfect. Dan doen we het, ja, nee, ik kan niet strakker. Luciano is zo groot. Dit is echt grappig. Ben je dan onze Spider-Man vandaag? Als wij in de problemen zitten, ga je dan ons helpen? Goed zo, goed zo. Ja, je zombeert Spider-Man. Hoppa! Kijk hoe schattig. Ja, is echt lief. En dan is de capuchon op, want dan is hij helemaal Spider-Man. Moet eigenlijk zijn eigen capuchon er ook nog even door. Hij heeft nu een beetje zo'n bochel. Zo schattig. Ja. Gaat Spider-Man springen? Zo, Spider-Man. Oei! Hoppa. We hebben ook twee t-shirts gekocht voor Virginio. Die kunnen we straks nog even laten zien. Ja, die kan hij straks even aandoen. Ja, Virginio is van het gamen natuurlijk. Dus Virginio heeft twee hele toffe t-shirts, staat op gamer. En ik heb vanochtend even geshopt op knolpauw.nl. Want Samantha vertelde dat alles van Virginio of oud was of te klein. Ja. Dus ik heb allemaal nieuwe dingen voor hem. Hij zei al, ik krijg een nieuwe KP. Hij draagt altijd KP. Ik kijk nu ook weer. Dus hij krijgt straks een heel nieuwe trein. Nieuwe KP-outfit, alles. Nou, dan gaan we er vandoor met de Batmobiel. Spider-Man in een Batmobiel, dat is wel heel cool. Bijna de rand. Bijna de rand tegen die paal, hè? Kijk, leg deze hier bij jou, ja? Hier is geen op de pot. Nou, ik heb geen idee wat je zegt, maar doe je gordel, man. Ga je aan de andere kant zitten? Kijk, heb je dat ooit een keer gezien? Dat rood eromheen. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is apart. Dit heb ik inderdaad nog nooit gezien. Ik vind het niet per se mooi of zo. Maar het is wel een keer wat anders. Dus het is wel leuk. Ik denk dat hij dat heeft gedaan omdat zijn wieldoppen ook rood zijn. Zie je dat? Deze velg hier. Het ziet er een beetje uit. Ja, dus het matcht wel weer mooi. Goed, nou, laten we de auto pakken. Gaan we er vandoor. Trekker, trekker, trekker. Ga maar zwaaien. Het is mooi, hè? En de motor, nu een motor. Komt de motor. Kijk, daar komt de fiets. Wie denk je dat al eerder boven is? Wij met de lift of Virginio? Ik. Springen, we moeten springen. Springen, zodat het sneller gaat. Sneller, 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 sneller. Oké, als de deur open is, meteen naar buiten en naar rechts, met die kant. Kijk. Ja. Ja, daar en die kant. Ja. Rechts, rechts. Wij zijn eerder. Aanbellen. Er is toch niemand? Misschien doet Spider-Man wel open. Ja, ik ga hem doen. Ga jij hem doen? Ja. Kom maar. Duwen, duwen, snel, snel, snel. Ja. Virginio die wilde met de trap, maar de trap is echt één grote doolhof. Dus hij gaat nu alsnog met de lift, geloof ik. Dus ik ga kijken of ik Virginio kan laten schrikken. Doe ik de deur weer dicht. Ik heb ook geen sleutel meer, maar gelukkig is Myron en Spider-Man binnen. Hij stapt nu de lift binnen. Meestal schrikt Virginio niet zo heel hard, dus ik ben benieuwd. Oké, de liftdeur gaat nu dicht. Ja. Hij komt omhoog. Hij komt toch bij de trap. Waar blijft Virginio? Volgens mij is hij helemaal verdwaald. Je was verdwaald, hè? Ja, daarom zeggen we ook van we gaan maar met de lift. Je was helemaal verdwaald, hè? Oei, oei, oei. Oh, jij was echt verdwaald. Hij was echt heel erg verdwaald. Hey, Spider-Man! Hey, Spider-Man!
Moet je plassen? Ja. Nou, ga maar. Ik heb net gepoept, dus het ruikt lekker. Stinkt het hier? Nee. Nee? Valt mee, hè? Licht aan. Ja, licht aan. Ga jij hem even plassen, ja? Ja. Luciano wordt grote jongen, ja, ja. Zo. Ga je salto doen? Ja. Nu een goede salto nu? Opnieuw. Opnieuw? Ja, opnieuw weg. Nou, laat maar zien. Ondertussen staan er allemaal trekkervideo's aan. Ja dan. Paul. Ja, niet meer dit ding. Pas je op, gekkie? Ik zag helemaal niks. Zag je helemaal niks? Pas je wel op, gekkie? Yes. Kom maar. Hier. Dankjewel. Ik ga nu echt salto maken. Ga je nu echt salto maken? Hey, help, help! Hey! Heel snel. En zo, kijk, ze zitten dan vast. Oh, pas op voor je hoofd, hè? En mijn baas. Is lekker? Oh, hij is echt groot. Lekker, hè? Zo fijn dit. Wat een drukte. Proost, maatje. Deze ongelooflijke bestemming heeft een vaste prijs. Proost met Tom. Ook proost met Myron. Proost, hè? Wow, hij heeft hem al bijna op. Grote jongen jij, je hebt hem bijna op, hé. Hey. Hey. Hey, wat doe je? De hut gaat kapot. De hut gaat kapot. Kom, deze moeten we hier. Hebben we een mooie hut gebouwd. Deze moet ik niet hebben. Dit is goed. Is dit goed zo? Ja. Oké. Okay. Nee, dit is... Ja, ja, dit moet ik nodig. Toch wel, hè? Goed zo. Nee, deze nog een kus hebben. Nog een kus hebben? Ja, deze. Ze hebben hier een mooie hut gebouwd. Deze. Die nodig? Zo. Goed zo. Ik nog niet erin. Niet door. Ja. Ga je er tussendoor? Ja. En doe je hem dan dicht? Ja. Oké, doeg. Zo. En zo. Hallo. Nou, laat me zien, baas. Wow. Wow. Alles is omgevallen. Wat goed. Een paar stukken. Kijk, met deze stukken met die auto gedaan. Wacht even. Heb je het gefilmd? Heb je dat gefilmd, themaatje? Nou, laat me zien, baas. Helemaal daar. Hij heeft hem helemaal niet... Je hebt hem helemaal niet helemaal erop. Je hebt hem halfweg gestopt. Hij heeft hem ook echt precies hier gestopt. Ja, maar ik heb hem gelukkig helemaal erop. Ja. Dan gaat ze... Goed gedaan hoor, maatje. Heel nice. Ik was er bijna een halve uur bezig. Ja, joh, niet normaal. Zijn er welke? Deze. Ja, die paal. Wow, kies je nou voor de knolpower frisbee? Vind je Hans niet leuk meer? Vind je Hans niet leuk? Hé, wat heb jij tegen Hans? Wat heb jij tegen Hans? Kijk, kijk. Deze is ook wel mooi. Nou, neem jij die mee? Ja. Goed zo, baas. Oké, we zijn ondertussen, Virginio en ik, die willen graag met z'n tweeën even gamen. Dus we zijn ondertussen op de Switch eventjes Fortnite aan het downloaden. Die moet nog 37 minuten. Dus we laten Fortnite even lekker downloaden. Maar af en toe moeten gamers ook frisse lucht halen. Ja, dus we gaan even naar buiten. Ik heb mijn haar nog eventjes goed gedaan. Ik heb even wat sterkers in mijn haar gedaan met haarspray. Zo, ik zie hier een puntje. Zie je dat? Een puntje goed doen. Woep woep. Nou goed, schoentjes aan, dan gaan we naar buiten. Niks dan, hè? Spiderman jas toch nog? Waar is Spiderman jas dan, hè, Luciano? Ja, die moet je aan, toch? Zullen we met de trap gaan? Ja. Kom maar hier, met de trap. Tududu, hey, nieuw shirtje aan. Helemaal naar boven. Ja, ik was aan de hele boven. Gaan jullie naar beneden of gooi ik de bal naar beneden, ja? Ja. Ja. Ja, want je bent erin. Nou, daar komen ze hoor. 3, 2, 1. Ik hoorde jou zeggen 3, 2, 1. Hallo! Hey, maatje! Hey! Helemaal aan de hoogte staan. Wie gaat de bal vangen? Helemaal aan de hoogte staan, Luciano. 1, 2. Hey! Goed zo, jongen.
Hoppa, ik heb hem. Wie gaat hem nu vangen? Jij weer? Ja, ik ga het doen. Hoppa, perfect. Ga jij hem vangen, Luciano? Oh joh, gek! Wat doe je? Tegen mijn Aerox. Dat was een foutje van Spider-Man, of niet? Ja, Spider-Man maakt vaker foutjes. Oei joh! Wow, ik ving hem gewoon weer. Hoppa! Dat gaat niet goed. Hoppa! Kom, we gaan naar het park. Ja, naar het park! We vroegen dus serieus van wat willen jullie mee, de frisbee of de bal? En Virginio vroeg heel schattig aan Luciano van Luciano, wat wil jij mee? En toen zei Luciano, ik wil de frisbee mee. Nee, geen drinken, wat wil je mee? Frisbee. Dus we hebben de frisbee mee, maar toen dacht ik, weet zeker dat die bal misschien wel wat leuker is. Omdat het heel moeilijk is om de frisbee te gooien voor de leeftijd die Luciano heeft. Ja? Hey joh, gek! Gaat het nog goed met de Aerox trouwens? Enzo. Ziet er nog mooi uit, hè? Hij ja. Hoorde hem echt vol hier tegenaan voelen. Enzo! Nou, hij staat er nog mooi bij. Gaat zo. Zo, dat is bijzonder. En nu ga ik echt gooien. Ga je nu echt gooien? Zo! Zo, jij kan goed gooien, hè? Zo. Hij schrok helemaal. Wow! Probeer maar goed te gooien naar mij. Wow! Oh! Dat was er niet meer. Wow! Die was echt gewoon heel goed voor Spider-Man. Wow! Net de auto! Ja, net niet op de auto, hè? Kijk! Oh, yo! Oh, yo! Zo, dat scheelde niet veel. Nee, dat scheelde niet veel. Of we moesten een formuliertje. Wow! Ik wilde niet veel, we moesten even een briefje schrijven voor die mooie Seat. We gaan eerst even vasthouden nu. Als de leeftijd van Luciano zegt, ik ga hem vasthouden nu, dan weet je dat het niet goed gaat. Oh, bijna, panna. Spider-Man! Oh, vasthouden, hè? Oh, wow! Wow, Spider-Man is helemaal gek geworden. Je ving hem ook nog bijna even, Gino. Ja, ik had hem zo vast, maar... Hij heeft wel een goede techniek gevonden. Ja. Komt u bij Luciano. Oh. Au. Luciano. Ja. Een hit. Ga je er overheen lopen? Pas op dat je niet nat wordt, hè? Wat doet Virginio nou? Hij is zo gooien. Hé, hey, Spider-Man! Oh, nice. Nieuw trucje geleerd. Het zijn hele kleine eentjes, hè? Ja, kom. Hij wil naar de speeltuin, denk ik. Ja, hij zei meteen al, oh, de speeltuin. Nou, we gaan verder lopen. Schattig, die kleintjes. Ik durf dat niet. Durf je dat niet? Wow! Hey, joh, pas je op, maatje. Nee, ik zal deze paal niet doen. Dan moet je misschien iets ouder zijn. Maar durf je hier overheen te lopen? Ja, misschien. Misschien. Je bent Spider-Man, hè? Ah, beest! Wat dan? Beest. Beest? Ga weghalen. Beestje? Ga weg. Zit er een beestje? Drie beestjes. Oh ja, ik zie een beestje. Maar Spider-Man is toch niet bang voor beestjes? Wacht maar, beestje. Zo, nu is het weg. Zo, kijk Spider-Man gaan. Wow. Zo, op een hele hoge building. Zo. En nu dan? Wow. Zo. Wow. Zo. Viel je nou of hoorde dat erbij? Dat hoorde erbij, zei hij. Wat doe jij hier? Ja, er zitten hier allemaal van die beestjes of zo. Ik weet niet wat het is, maar check dan. Echt heel erg veel. Kijk, hier heb je zo'n beestje. Wow, hier heb je een beestje. Hier heb je er één. Daar heb je er één. Daar heb je er één. Dat is ook een beestje. Wat zijn dat voor beestjes? Ja, echt heel veel. Sta ik erbij. Dan moet je je benen en je handen eromheen klemmen. Ook je benen eromheen klemmen. Wow, goed zo. Zo. Ga je klimmen? Zo, jij bent echt Spider-Man, hè? Ja, dit is wel echt Spider-Man. Goed zo. Wow. Zo, dit is wel knap, hoor. Hij is gewoon 3 jaar. Ja, hij is gewoon 3 jaar. Kijk dan wat hij doet. Het is echt knap, hoor, dit. Het is echt sick. Goed zo, Spider-Man. En weer dit ook meteen doen, hè?
Zo, kun je Virginia hoog gaan? Pas je op, hé. Holy moly. Ik durfde echt niet zo hoog vroeger, toen ik zo oud was als jij. Doe je voorzichtig. Niet te gek doen, hè. Bij mij gaat er al te vaak wat fout in de vlog. Kijk die kuilen daaronder. Ja, die kuilen zijn altijd zo mooi, hè. Zo, jij gaat ook hard, Luciano. Zal ik je even duwen? Nee. Ga je zitten? Nee. Zal ik jou niet duwen? Wil je niet dat ik jou duw? Nee. Hey. Dan gooi ik hem op en trap jij hem, ja? 1, 2. Wow! Zo! Zo! Zo, die gaat omhoog. Wat gebeurt er? Dat was hem. Virginio en ik die waren hier in de studio. We hebben eventjes alles geïnstalleerd en we gaan straks een potje Fortnite spelen. Gaan we ook opnemen, dus dat wordt echt superleuk. Maar toen kwam Luciano in één keer de kamer binnen en die zei, kom kijken, kom kijken. Hey, nou, zo. Yes. Ik hoop, hey, zo gooi nu. Wow. Gaat Marjan gooien? Ja. Echt waar? Zo. Wow. Zo hoog. Zo, hé. Goeie, hè? Ik kan dat ook heel goed. Zo hoog? Wow, die was perfect. Zo hoog? En zo, kijk, daar staan mij op. Ja, wij staan hier, hè? Met mijn maatje. Kijk, dat ben jij, hè? Zo, maar dit ziet er goed uit, hè? Deze. Deze is ook klaar. Oh, kijk, lekker zeg. Nee. Heel ja, erg nice. Mijn favoriete stroop. Yes. En apenstroop. Apenstroop. Oh, dit is zo fijn. Apenstroop, Ida. Suiker. Nee. Nee. Gelukkig heb ik dat net gekocht. Hé! Hey. Ik twijfelde of we het nog hadden, maar ik dacht ik neem voor ja. Zeker. Oh joh, de teleurstelling anders. Bam, 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 bam. Nou, ik heb tafel en dan kunnen jullie lekker smikkelen. Lekker. Ik wil wel zitten. Kom, smikkelen. Hoppa. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Hoppa. Kijk eens. Wil je apiestroopje doen? Ja. Moet ik hem openmaken? Of lukt dat wel? Gewoon trekken. Dat is geen draaidop namelijk. Anders blijf je heel lang draaien. Nee, je moet de dop eraf trekken. Goed zo. Nou, doe maar nu op je pannenkoek. Dan is hij nog warm als je hem opeet. Ik ga een apie maken met apiestroop. Nou, gaat hij een apie maken met apiestroop? Met je oortje. Dat moet zijn lekker. Een beetje. Een apie. Kijk eens, apiestroop. En ook nog een staart. Ja, een staart. Staart. Hebben we nog poedersuiker erbij op? Dit moet poedersuiker. Hebben we nog poedersuiker? Nee. De apen hier te staan. De ogen! Oké, okay, ik ga ook apiestroop erop doen. Ja, ook met een api. Waar gaat hij? Oh, lekker hoor. Jij bent ook een aap. Oh, nou, dit is geen aap, kan ik je vertellen. Dit is gewoon lekker heen en weer. Wil je ook poedersuiker? Ja. Oké, gewoon. Ik heb ook een beetje. Doe maar, Luciano, doe jij zelf maar poedersuiker erop. Ik moet er boven houden. Ja, nu komt er wat uit. Gaat het helpen? Ik wil weer een beetje. Ben je de apie aan het bestrooien? Dat is wel goed genoeg. Dit is wel goed, denk ik. Dat helpt. Dat is wel lekker veel, hè? Ja, kijk. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Mes. Dat vind ik niet. Oh, lekker hoor. Lekker? Mmm. Wij hebben zojuist, dames en heren, 2 Fortnite-viewers opgenomen. Hé, hey, ging goed, hè? Ja. Oh, ik zal je zender nog even afdoen. Oh, ja. Kijk dan, ik had gewoon een zendertje bij hem omgedaan. Wow, joh, wat professioneel weer. Ongelooflijk. Even het zendertje erdoorheen. Hopsakee. Super maat, dankjewel. Oké, dan heb ik wat voor jou. Ja, dat wist je niet, hè? Nee. Maar ik heb wel wat voor jou. Oké, blijf maar zitten. Blijf maar heel braaf zitten. Ta-ta-ta-ta. Ik heb wat voor jou gekocht. Ik denk dat je het heel leuk gaat vinden. Je speelt toch ook wel eens Roblox? Ja. Kaboom, jongen. Pauw. Ja. Hey. Omdat we Fortnite hebben opgenomen. Maar ik dacht, omdat Virginio met mij een Fortnite opname heeft gedaan. 2 zelfs. Ook al wilde hij het zelf graag. En ook al hebben we dat dus gedaan. Ook leuk natuurlijk voor mij, voor Enzo Knol 2. Dacht ik, weet je, 10 euro Roblox. Word je vast wel blij van. Ja. Nou, zullen we nu je moeder gedag zeggen? Ja. Oké, ondertussen zijn Milana en Samantha er. Dus die hoorden we al omdat het raam buiten stond te aanbellen en schreeuwen naar ons. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hey, hallo. Ik hoorde
Huh? Is Milana er niet? Nee. Boy, joh, ik dacht dat ik Milana hoorde. Nee, dat was jij. Alles goed? Virginio. 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 Wat is er? Wat zit je te kijken? Nee. Je zit alleen maar TikTok te kijken, hè, jij? Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Hey, die is grappig, hè? Die is grappig, hè? Dit ook. Dit is heel schattig. Virginio! 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 Hey, niet tijd om deze mee te nemen? Ja, toch? Ja. Dan neem je deze mee. Maar misschien moet ik die even aan je moeder geven. Misschien is dat handig. Met de trap! Wil je met de trap? Ja. Maar Spider-Man gaat toch altijd uit het raam? Ja, Spider-Man doet zo. Ja, Spider-Man gaat toch uit het raam? Ja. Ja, ook Spider-Man alleen in de lift. Oh, Spider-Man gaat ook wel eens in de lift. Ja, ik ga naar de trap. Oké, is goed. Spider-Man. De trap is hier. Kijk. Dit is de deur naar de trap. Nee, toch? Kijk, dit is zo mooi, toch niet? Hé, Luciano, waar is mijn knuffel? Hij is zomaar weg. Zomaar niet zeggen. Nee, knuffel toch? Doei, was gezellig. Doei. Hé, maar krijg ik dan ook een knuffel? Ja. Ja! Oh, snel weer terug in de lift. Snel weer terug in de lift. Spider-Man! Zien we hoe je? Zeg jullie dan. Spider-Man. Spider-Man. Dankjewel. Ja, geen probleem. Met alle liefde. Maar nul. Zeg jullie niks meer. Doei. Dankjewel. Doei. Alsjeblieft. Alsjeblieft, maatjes. Dankjewel. Doei. Doeg. Doei. Oké. Nou, dacht ik dat het rustig zou worden. Is Milan er? Ja. Oh, ik dacht dat Milan nog op de gang stond. Ik dacht dat hij doet de deur dicht. Yo, bro. Yo. Daar ben ik weer. Dacht ik dat het rustig worden is Milan er. Ik ben de meest rustige guy die je kent. Moet eventjes iets kwijt. Oh ja. Scheetje? Nee, wat dan? Ik heb zin om te fietsen. Oh, ik wil. Zo, dames en heren, het is gelukt. Ik heb ook nog eens een video opgenomen met Milan, een Pokémon video. Keihard, niet normaal. Superleuke dag gehad. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.